gaan beginnen toch, de Venlose Rolling Stones? Nou, ze gaan beginnen, ja. Ja. We laten ons verrassen, hè. Dus, had u niet op de bühne moeten staan? Alblieft. Had u niet op de bühne moeten staan? Ik niet op de bühne? Nou, ik kan niet zo goed zingen. Nee, ik kan niet zo goed zingen. Hoe fan bent u? Alblieft. Hoe fan bent u? Hoe fan bent u? Ja, zo gek als je het kunt maken, hè. Ik ben dus verschillende keren naar concerten geweest, een keertje of 20. En ik verzamel dus eigenlijk ook alles van hen, dus ja, dat is zo'n beetje. Wat heeft u aan? Ja, dat zie je, hè. Stone van een t-shirt van de Stones. Jasje van de Stones? Jasje van de Stones, ja. En ik hoop ze nog een keer te zien, als ze nog een keer komen, hè. En ik denk in 2013, denk ik wel, hoop ik tenminste. Dus, wat verwacht u van vanavond? Nou, ik verwacht dat ze goed zijn best doen, denk ik. Dat denk ik de mensen. Waar gaan ze mee beginnen straks? Ik zou het niet weten. Wat hoopt u? Nou, Satisfaction, hè. Zo vlak voor de opening, ja. Hoe gaat het met de zenuwen? Prima, ben helemaal klaar voor. Flink geoefend, hè, volgens mij. Valt wel mee, we gaan gewoon gas geven. Ja. Treedt u vaker op? Ja, ik treed het vaker op, ja. Ja. Samen met Peter Beker en nog genoeg gasten. Dus ja, ik ben het wel een beetje gewend. Bent u Rolling Stone fan? Moet haast wel, hè? Ik ben wel Rolling Stones fan, ja. Ja, ja. En er staan er veel in het park vandaag. Ja, zeker. Het begint nou al langs. Met Rolling Stones jasjes aan, Rolling Stones shirtjes aan. Ja, de echte fans staan al vooraan, dus dat is altijd wel leuk. Hè. Maar u begint vanavond met de eerste tonen? Ik mag hem beginnen, ja. Ik mag hem beginnen vanavond. Kunt u even horen, hoe gaat het vanavond? Kan dat? Ja, gewoon... Dat is alles. We'll be right back.
De trossen zijn los, de vlonders zijn ingeklapt, we varen. Dus voorlopig kunnen we niet van het dek af. Maar wel rondlopen. Er is genoeg ruimte in op het dak. Veel voorbereiding gehad weer dit jaar, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dus, er staat zo ongelooflijk veel. Dat is bijna niet te behappen. En dat allemaal met allemaal vrijwilligers zijn we dat gewoon hier aan neergezetten. Dit is wat ik een paar jaar geleden noemde het wonder van het Julianapark. En eigenlijk is het ook weer, misschien is het nou het wonder van Noach. Wat wij hier ook weer neerzetten. Dat is zo fantastisch. Weet je aantallen? Weet je wat hier staat? Nee, dan was ik eigenlijk op weg. Want we weten eigenlijk exact de aantallen van de mensen die nu zijn. Maar ik heb het op dit moment nog niet. Maar als je het wil weten, ik het direct vragen. Want weer heeft meegespeeld. Geen regen, geen druk. Nou, het was echt geweldig toen zij begonnen. Toen was één wolk. Die bleef er nog een beetje die zon wegdrukken. Die dreef weg. En toen knalde de zon echt over die menigte. Bij de eerste gitaar ronken dan. Dat vond ik echt geweldig. Die bent vergeten.